Hallo allemaal, wat leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van het Sint in Meppeljournaal. Want over 5 nachtjes, dan is het al zover. Dan komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Meppel. En ik ga zeker weten naar de intocht. De kinderen in Meppel willen Sinterklaas ook graag helpen. En daarom gaan we in dit journaal eens even een kijkje nemen op de verschillende scholen in Meppel. Laten we eens even gaan kijken op OWS Sprinkels. Of ze daar al uitkijken naar de komst van Sinterklaas. Hallo juf Marianna. Kijken jullie al uit naar de komst van Sinterklaas? Dag juf Kim. Welkom op OBS Sprinkels. Ik ben juf Marianna van groep 2B. En wij zijn met iets heel spannends bezig. Zullen we verklappen wat we aan het maken zijn? We maken voor Sinterklaas een borden. Dan kan hij weer terug naar beneden en dan weet hij de weg weer. Goed zo. Ja, mooi hoor. En wat voor soort borden maken we dan, Davy? Borden waar Sinterklaas kan varen. Waar hij kan varen, hè? Mooi hoor. En Isabel, wat voor bord maak jij? Een bord voor Amerika, omdat hij niet kan lopen. Zo, wat prachtig. Nou, ik zie het al. En zouden we wel genoeg borden hebben dan, jongens? Hoeveel borden moeten we dan wel niet maken? Zoveel. Zoveel, hè? En zou dat genoeg zijn, Isabel? Ja. Hebben wij hulp nodig, denken jullie? Ja. Hallo, juf Marianna. Natuurlijk willen wij helpen met de verkeersborden. Wij hebben zelfs al verkeersborden gemaakt. Ja. Ja, hè? Ja. Ja. En nu gaan we even kijken of ze het ook goed doen. Of we de weg niet kwijtraken. Kom jongens, gaan we kijken of we een verkeersbord tegenkomen. Ja, oh, daar zie ik er een. Hé, hey, dat is een bord van een stoomboot. Kijk, hier gaat hij draaien. Rechtdoor. En daar moet hij afmeren aan de kade. Wauw, die zijn goed gelukt in ieder geval. Gaan we kijken of we er nog meer kunnen vinden. Ik zie al één. Zie jij er al één? Ja. Oh, ik zie er ook één. We gaan zo eens als we dichterbij zijn kijken wat het is. Ja, oh, de brug staat op de grond. Hé, hey, wat is dit nou voor een bord? Dit bord betekent dat we gaan zingen. Dit bord betekent dat we gaan zingen. Hé, hey, volgens mij kennen wij wel een leuk Sinterklaasliedje, toch? Ja! Ja! Zing, gins, kom. Stoomboot uit Spanje weer aan. Een paardenbord. Ja. Hé, hey, en kijk die dan. Kom maar even bij mij staan. Kijk, dat is een heel speciaal bord, want dat is het stafpadbord. Daar kan je oefenen om te lopen met de staf. Eva die gaat het even voordoen. Laat eens een stukje zien, Eva. Wauw! Het lijkt Sinterklaas zelf wel. Doe maar, Charlotte, laat jij het ook maar zien. Zo, dat ziet er goed uit. Er wordt hard gewerkt aan alle verkeersborden. Nou, dat is een pak van mijn hart hoor. Ik was even bang dat alles in de soep zou lopen. Dank je wel, juf Marianne en juf Suzanne. Zo kan Sinterklaas de weg wel vinden. Maar ja, of de wegwijspiet het nu nog snapt, dat is de vraag. Maar ja, dan mag hij mij altijd even bellen. Hey Kim, wat leuk. Ik hoorde dat jullie een Sinterklaasjournaal gaan maken in Meppel. En en het leuke is, in een Sinterklaasjournaal hoort ook een mappenrubriek. Ik weet een hele leuke voor jullie. De wegwijspiet gaat naar de paardenpiet en vraagt, hebben jullie ook een paard voor mij te leen? En dan zegt de paardenpiet, die zegt van, ja, dat kan wel. Hoe lang wil je hem hebben? Nou, zegt de wegwijspiet, doe de langste maar, want we zijn wel met 5 pieten. Oh, wat een leuke mop, meester Johan. En wat een goed idee, zo'n moppenrubriek. Die houden we erin, hoor. Hartstikke leuk. Nou, dit was dan alweer het Sint in Meppeljournaal voor vandaag. Hé, wat hoor ik nou? Krijg ik een berichtje? Van wie zal dat nou zijn? Eens even kijken. Oh, het is van juf Albertje van de Tolte. Hè? Was daar nou weer aan de hand? Nou, dat moeten we morgen maar eens even gaan bekijken. Kijken jullie dan weer? Doei!